Het is een ploeg in bloedvorm. 4 zegens op rij. 18 voor, 0 tegen. En Emmen heeft uit nog geen punt gepakt. Dat wordt dus een loodzware opgave voor de ploeg van Lukien om hier dan daar een einde te maken aan die reeks. En uiteraard gaat veel aandacht uit naar de spelers die zijn opgeroepen voor het Nederlands elftal. De talenten van AZ, Boadu en Stengs. Geen jong oranje, maar het grote oranje voor de aanvallers. Opstelling kent geen verrassingen. Vlaar is er nog altijd niet bij, zit ook niet op de bank. Bij AZ betekent dus dat Wuitens en Hatsiliakos het centrum vormen. Koopmeiners en Mietje voor de controle, de wit de diepste middenvelden. Idrissi, Boadu en Stengs, de vertrouwde voorhoede. En bij Emmen geen wijzigingen ook. Ze hebben een leuke voorhoede. De grote vraag is, hoe gaat die achterhoede doen vandaag tegen AZ? En dat middenveld, daar waar Bakker nog altijd natuurlijk geblesseerd is. Dat duurt ook nog wel even. Zware blessure. Araujo op de bank. Chaconnen hier aan Ree voor de verdediging. En daarvoor zit de meeste kwaliteit. Peña, De Leeuw, Larsen. En de man die voor het doelpunt uiteindelijk moet gaan zorgen is Kolar. Maar die heeft natuurlijk ook het nodige blessureleed al gehad. Fout in de opbouw bij Emmen. Idrissi daardoor aan de bal. Mietje doet het en die probeert het ineens. Dat is geen probleem voor Telgekamp die de bal van ver aan ziet komen. Nou, Boadu en Stengs komen natuurlijk eigenlijk allebei uit het seizoen. Waarbij ze een beetje alles kon en mocht. Ze kwamen terug van de blessures. Nu. Zeker ook met de oproep voor het Nederlands elftal wordt er meer naar ze gekeken, wordt er meer van ze verwacht. En zullen ze ook zelf van zichzelf meer verwachten. De voorzet van Wijndal is goed, dat levert de eerste echte kans op. De Wit komt daar vrij. Boadu geraakt en dat is dan ook meteen geel. En dat is nou net de enige die hem niet kan hebben. Terechte kaart hier. Gaat bovenop de voet staan van Boadu. Corner kan niet worden voorkomen door Telgekamp. Indraaiende corner wordt slim verlengd en gered door Telgekamp. Hatsiliakos daar dichtbij. Mietje. Langs Larsen, de voorzet eruit gehaald. Peña. Larsen niet langs Koopmeiners. Koopmeiners met de bal. Harde voorzet. Oef, ook te hard voor Boadu. Stengs. Mietje. Wijndal gaat schieten. Maar scoren, dat lukt dit seizoen nog niet. Zo is dit. Bepaald geen spektakelstuk. En is dat een groot compliment aan Emmen. Emmen, de ploeg die tot nu toe alle uitwedstrijden heeft verloren. Op bezoek bij de ploeg die zo ongelooflijk goed draait. Idrissi. Wijndal met de voorzet. Bij de tweede paal is Svensson. En daar is De Wit. Het begint af en toe wel iets nijpender te worden voor Emmen. Malletje van Mietje op Svensson. Telgekamp komt, maar heeft de bal niet. Heeft Svensson wel. Wat een domme actie. Van Telgekamp die veel te laat is. Daarvoor dan ook geel gaat krijgen. Nou, hij gaat ergens natuurlijk nog wel voor de bal. Dus om die reden geen rood. Koopmeiners voor zijn 11e strafschop van het seizoen. En die zit er dus ook in. Voorsprong voor AZ dat zeker niet geweldig draait. Maar ja, vanaf 11 meter hebben ze een zekerheidje. Idrissi geeft nu de paas.
Svensson met de voorzet. Boadu net niet. Daarachter Wijndal. Weer de ene back naar de andere. Boadu. Ja, die kan gewoon schieten. Dat was niet heel sterk verdedigd van Emmen. Larsen. Niet bereikt. Weer Bel. Peña. Chacon. Peña. Chacon. Peña. Loopactie is goed. Bizot komt, maar heeft de bal wel. In eerste instantie niet. Maar dan krijgt Kolar hem niet over de doelman heen gechipt. Ze willen hem in oranje. Supporters van AZ zingen voor de keeper die tot vele verbazing niet bij de oranje selectie zat. En hij bedankt de supporters. Corner Koopmeiners. Geen kopkans. Had Sidiakos. Idrissi. Stengs. En dat loopt net goed af, want daarachter was De Wit met name. Mietje. Svensson. Voorzet. Levert de tweede treffer op. Boadu loopt hem erin. En dan is het toch dus nog op slag van rust. 2-0 voor AZ. Daar waar ze voor speelden. Daar waar Emmen voor vreesde. Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk toch nog voor rust en vrij geruststellende marge gecreëerd. Stengs. Mooi meegegeven. Wijndal met de voorzet. Svensson ook met de voorzet. Ja, dat was denk ik weer een schot op doel. En dan is het buitenspel. Asiliakos krijgt Peña op zich af. Maar druk zetten gebeurt eigenlijk steeds van iets te ver. Svensson heeft dan wat te veel tijd nodig. Dit moet dan maar, zo had Asiliakos denken. Veendorp, een keer laten stuiteren. Hoe handig is dat? Nou, dat is keurig opgelost. Vervolgens gaat Chacon in de fout. Ja, en dan kan Mietje zo door. Mietje legt hem terug op Idrissi. En die raakt de paal. Grote fout, Chacon. Blijft zonder gevolgen. Stengs. Stengs, en dat is niks, zegt Mulder die er bovenop staat. Leek me toch, maar ik zit er wel een heel stuk verder vanaf. Ja, snap wel dat dit geen strafschop is. Koopmeiners geeft mee. Wijndal houdt binnen. Idrissi vroeg, maar kan nu niet meer worden bereikt. Koopmeiners met een harde lage bal. Stengs. Idrissi. Svensson ineens voor. Ja, Telgenkamp niet. En dan kan hij dus al worden ingelopen door Boadu. Omdat Telgenkamp de bal afwacht en Boadu niet. Larsen. Peña zit ook alweer verkeerd, want daar is Mietje weer, die bijna overal tussen lijkt te zitten. Idrissi. Stengs vraagt rond van het strafschopgebied. Idrissi probeert het zelf. Lage voorzet naar Boadu. Die 3-0 zit eraan te komen. Die 3-0 komt er nu van Stengs. Kon echt niet uitblijven met hoe AZ speelt in deze tweede helft. Emmen heeft heel lang prima gestaan. Maar eigenlijk vanaf de 1-0 is dat niet meer het geval.
Boadu onderschept. De paas van Veendorp. Mietje, nu bereikt hij Idrissi wel. En Idrissi scoort niet, want Telgekamp voorkomt dat. Bel. Bal schiet door. De Leeuw, ja, als hij het zo maakt. De bal werd verlengd door een van de spelers van AZ. Hij is iemand die natuurlijk een prachtig doelpunt kan maken. Als we deze wedstrijd al even als afgerond beschouwen, de laatste 5 wedstrijden op 21 treffers en 0 tegen. Maar bij die 21 kan nog wel wat komen, want daar is Boadu en die maakt bijna zijn tweede. En ze zijn gekomen in de fase waarin AZ het grotendeels wel lijkt te geloven, wedstrijd binnen. En af en toe als het even kan nog even lekker snel vlot combineren. Druif, Stengs, Boadu. Het zit allemaal heel dicht op elkaar. Niemand die echt de ruimte krijgt om uit te halen. Reinders dus ook niet. Boadu. Hard voor. Zo hoog dat werkelijk niemand er wat mee kan. Ineens. Wel geraakt en dat levert... geen doelpunt op, omdat Boadu omvalt net op het moment dat hij hem voor een leeg doel in zou kunnen schieten. 3-0. Het is een kennelijk eenvoudige overwinning geworden voor AZ. Emmen verliest weer een uitwedstrijd, maar dat is gezien de tegenstander eigenlijk wel logisch. AZ voor veel ploegen in de Eredivisie te goed en dus ook voor Emmen vandaag.